Mensen, wij hebben net in deze video hoofdstuk 1 voltooid. Oké, ik moet eigenlijk. Kijken. We gaan nu naar een gast toe. No! I would not want to walk in there right now. What are they arguing about? Pagan Min soldiers are about to attack one of our camps. Okay, dus dit is een gaar verhaal. Sabal thinks saving our people is more important. How long have they been at it? Long enough. The argument never changes and their positions never move. Look, I don't want to bother you, but you're Ajay Gale, right? Thank you for helping us. Everyone here appreciates it. I owe Golden Path for rescuing me, but honestly, I'm just here to scatter my mother's ashes. Perhaps. But now you see what Pagan has done to this country. You are the son of Mohan Gale. Dus ze zeggen dat ik de zoon ben van deze map. Dus dat ik te redden ben eigenlijk. We need someone to break the stalemate between Amita and Sabal. Keep that in mind when you're in there. Oké, dus. Ik heb eigenlijk nog steeds geen flauw idee, maar we gaan hier dus naar binnen. This is about lives. If we don't act, people will die. This is about war. We need that intel. We're talking about soldiers we can use. Remember what you said about DARPA? And if I had a choice between DARPA and the intelligence, I choose the intel. Okay. Okay. Mensen kunnen of missie A doen, missie S. We gaan voor A. How can I help? One of our camps is about to get overrun. Don't know when, but it could get messy. I need to send them all the support I can. So if you want to help, get over there, brother. Okay. Macht balanceable. Een gouden pet, als je nu je aanneemt, wijs je aan mensen. Weet je zeker dat je neemt? Ja. Oké, we moeten dus een pittig end rijden. Dat is hierin. Gaan met het vliegtuig. Je mag dus niet te hoog met het ding.
Dat ben ik ook al achtergekomen. Oké. Huurlingen rebellen. Oké, je hebt tokens nodig om ze te roepen. Als je token wil uitgeven, druk oké. Is goed. Nou mensen, we zijn er dus bijna. Oké. Goed. Ajay, so glad to see you. We're ready for the bastards. So grab mines or get behind the turret. Let's hurt them. Oké. Jagers zijn dodelijke eenheden. De commissie fluiten, ze kunnen je door de begroeping heen zien. Jagers blijven een paar seconden gemarkeerd. Vervolgens verdwijnt de markering. Ze kunnen ervoor zorgen dat roofdieren je aanvallen in plaats van soldaten dood. Ze om de. Oké. Oké, mensen. Bereid je voor. Munitie. Is goed. Even kijken, ligt er hier nog meer? Ja. Ik heb al max granaten. Kijken. Ja, vriend, ik wil met meer ammo nodig. Snel healen. We kunnen ze vanaf de zijkant pakken. Yes.
Ik heb meer ammo nodig. Waar zie je het wapen? Even kijken. Oké, mensen. Ik weet dat ik hier amper kogels voor heb. Waar is dit ding? Ja, mensen, dit is zo fucking irritant. Even kijken. Ik heb nog 5 minuutjes. Oké, dus dan gaan wij deze missie gewoon even klaren. Oké. Fucking eng. Even kijken we. Ja, ik moet naar een plek waar ammo is. Je voort te brengen. Zo goed te mikken, vriend. Ja, vriend van waar. Oké, mensen, we hebben de missie voltooid. Ik ben eigenlijk best wel blij mee. Sabah, it's done. But whatever Amita was looking for isn't here. It doesn't matter, brother. Nou, we pakken toch maar het wapen. Jorhan's blood, a real son of Kira. Even kijken hoor.
kijken hoor. Als wij hervatten besturing, gameplay. Nee, geluid, beeld. Ik wil meer ammo hebben. Ach, hier. Nou mensen, ik wil jullie bedanken voor deze video. Easy. Mijn rugzak zit vol. Oeh. He can't stay there forever. Get him. Oh. Eliminate the hostages. Ah. Vriend, what the fuck probeer jij? Voltooid. Nou mensen, ditmaal echt heel erg bedankt voor het kijken naar deze video van aflevering 2 van Far Cry 4. Ik hoop dat jullie heel erg genoten hebben. En dan gaan wij de volgende keer verder met Far Cry 4 met de derde aflevering. Tot de volgende keer, laters.